Mijn kute. Hoe lijp is dit? Pauwels! Oh, oh, oh. Dit moet je... Oh, oh, pas op. Jezus. Oh. Ja. Well, good morning, beautiful people. Oh mijn god. Ik ben vandaag zo lekker opgestaan. Dat is ongelooflijk. En... Geweldig! Fijn dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Holy shit. We gaan lekker toch? Eerlijk is eerlijk. De vlogs gaan lekker door. Jullie support is niet normaal. Dankjewel daarvoor. Ik krijg zoveel leuke DM's. Ik krijg gewoon DM's over mensen. Hey, ik had echt een kutdag en ik heb je vlog gekeken en het bracht me een glimlach op mijn gezicht. En dan denk ik echt holy fucking shit. Wat fijn. En dat maakt mijn dag ook echt. Dus thank you for that. Vandaag. Ga ik iets heel leuks doen. Ik ga namelijk Boas weer zien. Holy shit. En een van mijn eerste vlogs is ook met Boas geweest. En Boas heeft me eigenlijk geholpen om de stap te zetten om volledig te gaan focussen op social media. Dus daar ben ik hem voor eeuwig dankbaar voor natuurlijk. En ik ken Evan via Boas. Woehoe. Dus eigenlijk is Boas een soort van grondlegger van mijn carrière. Nee, dat is niet helemaal waar, maar hij heeft zeker een rol gespeeld in mij een duwtje in de rug te geven. En dat is zo fijn als je vrienden leert kennen die in hetzelfde wereldje zitten en die jou gewoon graag willen helpen omdat ze dat leuk vinden, omdat ze in geloven. I'm very blessed. Wait a second. Jullie willen met mij een ontbijtje gaan maken, dat zie ik ook wel aan jou. Vooruit. Kom, kom. Eva, start de muziek. Trouwens, nee Evan, start niet de muziek, want volgens mij wordt het echt zo'n lekker ASMR, allemaal kleine geluidjes dingetje. Laten we dat eens proberen. Misschien vinden jullie dat wel heel leuk om te zien. Ik vind dat in ieder geval altijd heel lekker om op TikTok te zien, dus here it comes. Fuck my life. Zo, en that's how we made breakfast. Oh mijn god, ik heb hier helemaal zin in. Om het gezichtje weer vol te smeren met wat make-up. En het is nu volle maan, of het is net volle maan geweest. En ik merk dat echt in mijn slapen heel erg. Ze zeggen ook wel dat het best logisch is als het volle maan is, dat je dan wat slechter slaapt. Maar ik droom dus in periodes ook heel erg. En vaak is dat wanneer de maan vol is of net vol is geweest. En vannacht heb ik zo raar gedroomd. Echt een pikante droom gehad. Met een van mijn vrienden waar ik nooit iets mee zou doen. Maar echt de ergste droom ever. Echt de ergste. Hij begon gewoon te kokhalsen. Dus ik ben blij dat dat een droom was. Want ten eerste, ik wil met hem niet doen. En ten tweede, waarom ga je kokhalsen als je met mij doet? Oh my god. Goed verhaal. Ik heb dus een tijdje geleden, nou voor New York, heb ik mijn wimpers laten krullen. Laten liften. En daar ben ik echt super blij mee. Want mijn wimpers staan gewoon iets meer omhoog. En dan verven ze ook zwart. Dus dan hoef je ook niet... Dan doe je één likje mascara en dan ben je klaar. Of niet eens. Maar op een gegeven moment vallen die haartjes uit. En dan heb je half gekruld en half niet. Ik heb ook zo'n beauty filter volgens mij aanstaan. En dan lijk ik echt een of andere Barbie pop. Ik ga dat even proberen uit te zetten. This is better, right? Ik heb dus nu een beetje van die wilde wimpers. De ene is wel omhoog, de andere niet. Ik krul het nog steeds, daar niet van. Maar ja, is wat lastiger. Maar mocht je op vakantie gaan of wat dan ook. En je wil niet degene zijn die nog een kwartier lang, zeg maar, dit aan het doen is. Je wimperkrullen warm maken en die dingen zorgen dat ze omhoog staan in plaats van op je knieën hangen. Dan is een wimperlift echt zeker aan te raden. Alleen zou ik het dus niet te vaak doen. Want de ene is wel gekruld, de andere niet. Laat je wimpers rusten voordat je weer helemaal omhoog blijft plakken. Fuck my life. Daar gaat mijn trein. Ja, mijn metro was een beetje te laat. Waardoor ik nu mijn trein heb gemist. Very nice. Heerlijk. Oké, over 9 minuten. Nou, jongens, zo erg is het leven dus ook weer niet. Dan gaan we even een kopje koffie halen. Daro. Jeez, dit is heet. Oké, ik had vanochtend een story gezet. This means burn, by the way. Dat ik allemaal groepsappen, zeg maar, voor mezelf heb. Ik gebruik dat echt heel erg veel. Oh, dat kan even natuurlijk hier in editen. Bam! Kijk, dit gebruik ik al zo lang. Maak een groep aan met je bestie, pleur je bestie eruit en je hebt gewoon een groepsapp met jezelf waar je je dingen kan sturen. Ik gebruik het dus heel vaak als ik even dingen moet onthouden of als ik een idee heb. Mindset heb ik nu ook gemaakt, want TikTok sla ik heel veel op, maar sla ik ook onzin op of muziekjes op. Dus kan ik dat terugkijken als ik denk, hey, ik
heb even motivatie nodig. Of hoe zat dat ook alweer? Of als ik wachtwoord of zo naar mezelf moet doorsturen, dan heb ik het nu toch in mijn telefoon staan. Maar dan weet ik waar het staat. Nu weten jullie dat ook. En Eindhoven, it is. Volgens mij ben ik nog nooit in Eindhoven geweest. Nee. Wat zou ik ook in Eindhoven moeten doen ook eigenlijk, hè? Helemaal niks. Nou ja, nu naar Boas. Hij heeft een tweede springpark, dus dat moet ik even bekijken. Ik heb hem zo lang niet gezien. Ik heb hem echt een beetje gemist. Holy knijter, zie even hoe dit eruit ziet. Wat de hel? Het ziet er gek uit. Als het ziet er zo gek uit. Dat... En dit is dus geen trampolinepark zoals die andere? Nee, het is echt springkunstpark. Dus eigenlijk veel meer spelen dan echt springen. Ja. Zeg maar dan echt iets kunnen. Dus voor ons is dit grappig. En voor kids is dit veel leuker. Dus ik zie iedereen onder 10, zeg maar, vindt dit leuker. En alle ouderen vinden het leuk om echt die salto's te doen. Ah, ja, oké. Dus die gaan... Het is voornamelijk grappig omdat er fucking veel valt. Ja, gewoon een beetje kloten. Ja, ik hoop niet iets te breken vandaag. Ja, dat is nog niet gebeurd hier, dus zal wel goed komen. Oh, echt? Maar alles let's be the first one! Ja. Heb je nooit de zin om gewoon te rachen met al die kleine kinderen die hier lopen? No, God! Een van de eerste keren dat Boas ook in zo'n springkussenpark is geweest, heb ik gevlogd. Die staat op mijn kanaal. En dat was zo fun. Wij waren echt als twee debielen aan het rondspringen. Maar die is misschien wel leuk om te checken. En nu heeft hij dus gewoon ook zo'n park. I'm very proud of my friends. Dat is toch niet normaal? Hoe knap als je zo ondernemend bent. Ik vind dat echt heel inspirerend. Look at this. Mijn gute. Hoe lijp is dit? Ik voel me dan echt een klein kind. This is amazing. I'm gonna show you everything. Ah! Oh my god. Boas. Boas, ik heb hem nu. Ik de... That you have. Wat is er hier dan? Boas, nu is het echt klaar. Ah, meteen al. Oh, 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 dit moet je. Oh, oh, pas op, bruisjes. Oh, oh my god. Ik zag jou niet. Waar sta je hier? Ik kan ook normaal van de glijbaan. Ja, toch? Oké. Okay. Ah! Oh, nee, het is niet normaal. Fuck. Jeez, dit gaat hard. Dat is echt leuk. We zijn een challenge aan het filmen voor Boas' kanaal. Dus moet je maar even op Boas' kanaal kijken. Losse loopopslag. Oh shit, bijna. Ja, dit was een salto. Dit was echt een salto. Ik ga nog één keer de losse loopopslag even doen voor jullie. Zodat jullie zien hoe het moet. Holy shit, oh my fucking god. Leuke dingen mee. Eén ding is, Daniek die had dus een voorovergesalto gedaan, alleen die landen zijn in plaats van op de voeten echt gewoon... Op haar hoofd. Echt daar op haar hoofd. Oh. Was wel heel grappig. Stond het op beeld? Nice. Nee. Ah, sorry Daniek. Ja! Oké, ja. Nee, dat is goed. Ja! Iets te laat. Dat was iets te laat. Nog een keer. Zo! Hey, die ging goed! Yo, die was echt perfect. Je moet alleen nog steeds meer daarop staan, want anders schiet je zo meteen echt eraf. En nu doe ik even een mooie, want dit was... Oeh! Hey, dat ging goed. Nice, dit is leuk. Het voelt heel leuk, hè? Ja, dat voelt echt heel leuk. Kijk, Timo en ik kunnen ook tegelijk weer springen, dan ga je nog wat hoger. Oké, let's do it. Zo. Oké, dat was niet echt spanning in mijn benen, maar... Ja, dit is oh. Oh, ja. Oh, yo. Oh. Timo, kleine karaoke, ja? Wat mis je? Laten we een duetje doen. Als je de muziek kent, dan mag je meezingen. En als je het niet kent, bijhouden. Dit is het duurt lang van de dag in een duetje. Oké. Ik moet vergeten tekst. In een liedje schreef ik. Oh, nou, dit was het. Godverdomme. Je vraagt ook zingen. En zie haar. Timo, waar ben je? Ik zie dit speciaal voor jou. In de stad, waar niemand ons hoort. Dus je weet eigenlijk nooit echt waar je naartoe bent. Ja. Zit heel op en rock me keihard op de raad. Ik ben gewoon in het huisje van deze twee. Ja. En ik schrok me echt helemaal de pleuris om deze vent. En ik zag deze ook. Dit is echt zo cool. Titties. Het zijn echt vlinder. Ja, klopt. Ik heb wel vaker van die dingen gezien, van die opgezette beestjes. Ik heb dit zelfs een keertje voor iemands verjaardag gegeven waar ik mee ging. Die heb ik een opgezette springkraan gegeven. Ja, ik weet ook niet of dat het beste verjaardagscadeau is, maar... Hier, een opgezet insect. Ja, echt zo. Maar hij was wel cute, dat van die pootjes zo... Hoe? Ja, doe eens dingen. Ja, dit is echt super goed na. Oh my
my god, ik heb dit dus altijd in mijn ouderlijk huis gehad. Ik doe altijd zo en dan lukt en dan in één keer. En dan trek je dit, ja. Oh mijn god, dit geeft mij echt zoveel flashbacks naar vroeger. Mijn buurvrouw heeft dit volgens mij nog steeds. Deze hele keuken gaat eruit. Oh. Oh, sorry. Ja. Wie heeft dit nog meer allemaal gehad? Volgens mij is dit echt iets ouds, ouderwets. Ja. Oh, jezus. Nou, Sarah en Ike en Bas, die hebben me net afgezet. Oh, ik vond het echt zo leuk om hun te zien. Ze zijn echt mijn vriendjes. Daar kan ik dan bijna wel van huilen. Oh mijn god, ja. Ik ben hun echt... ze zijn echt dierbaar voor mij. In mijn heartbreak hebben zij mij ook zo geholpen. Echt zo'n goede, fijne afleiding. En zo gevraagd hoe het met mij ging. Zulke vrienden heb je echt nodig om je heen. En dan hoef je elkaar zo'n half jaar niet te zien. Want Nike heb ik letterlijk sinds maart of mei niet gezien. Maar dan is het toch allemaal goed als ik hun wel weer zie. So I'm very happy. Zo, we zijn thuis. En ik ben even mijn nagels aan het doen. En dit zijn van die nagelstickers. Dus ik heb mijn gel lock. En dan doe ik die stickers op. En dat is echt super easy. Hoe leuk is dit? Geweldig! Voordat deze nageltjes klaar zijn, wil ik alvast de vlog afsluiten. Dank jullie wel nogmaals voor jullie support. Ik heb vandaag echt een geweldige dag gehad. Zo vrolijk opgestaan en de hele dag was gewoon zo chill en fijn en leuk. Dus, ik wil hem hier afsluiten. Dikke kus, tot volgende week. En ik hoop dat jij ook een geweldige dag hebt gehad. Mwah! Je kan ook gewoon plassen in het ding. Ik vind plassen in de trein vind ik zo fucking goor.